Carrie Tefse deelt een aangrijpend verhaal in de podcast met Groenteman in de kast van Gijs Groenteman. De geliefde actrice, die bij velen bekend is als Mien Dobbelsteen uit de klassieke serie Zeggens AA, heeft een recente zware periode doorgemaakt die haar leven behoorlijk heeft beïnvloed. In het openhartige gesprek met Gijs Groenteman onthult Carrie Tefse dat ze maandenlang in het duister heeft getast over de oorzaak van haar ernstige beenproblemen. De beklemmende situatie begon ongeveer een maand geleden toen ze, na het uitstappen uit haar auto in Amsterdam, plotseling merkte dat ze niet meer kon staan op haar been. Bezorgd en verward ging ze naar haar fysiotherapeut, die, ondanks verschillende pogingen, niet direct de oorzaak van het probleem kon vaststellen. Het duurde zo lang voordat iemand wist wat er aan de hand was met mijn been, deelt Tefse met Groenteman. Uiteindelijk werd Carrie door haar huisarts doorverwezen voor een scan Waaruit bleek dat de actrice te maken had met een gescheurde meniscus. Ze onderging een behandeling met een injectie tegen de pijn, wat haar in staat stelde om weer normaal te lopen. Ondanks het feit dat de injectie verlichting bracht, blijft Tefse realistisch en uit nieuwsgierigheid over hoe lang dit effect zal aanhouden. Het lange wachten op een diagnose maakte haar ongeduldig en deed haar zelfs vrezen dat ze nooit meer normaal zou kunnen lopen. Deze emotionele rollercoaster heeft haar ongetwijfeld gevormd en het publiek krijgt nu een intieme inkijk in de persoonlijke strijd van Carrie Tefse. Haar openheid over deze moeilijke periode benadrukt de menselijke kant van een geliefde artiest en laat zien dat zelfs de schijnbaar onverwoestbare sterren hun kwetsbaarheden hebben.